Ferdi is op die 23 Oktober 2009 geboren. Chokker, wat ons hom noem, is op 6 weke gediagnoseerd met een longemfyseem wat die dokters moest verwijderen. Het. Hulle het 7/8 van sy longetjie verwijder en op 3 maanden is hij weer een keer geopereerd met de amloplastiek waar hij sy rectumpie vergroot het. Hy is toegestuur en hy het baie goed aangesterk. Hy het groot geword, sterk geword en op 6 maanden moes ons om hospitaal te jaag. Die dokters het bronchiolitis by hom gediagnoseer. Hy is onder een coma of onder sedasie geplaas in een coma. Hier het hy verswak dagelijks. Ons het langs sy bed gestaan as ouers en gesin, grootouders, het gesien hoe hy achteruit gaan tot waar hy gesterf het. Die sister het met haar hand so gewys op die tabel, hier het Ferdi gesterf. Die machine het hom in die lewe gehou. Sy het haar hand een rukkie aangeskuif en gesê, hier het God hom aangeraak. Daar lê hy gaan huis toe. Op 5 dae is Ferdi huis toe. Die sister het vir ons gesê, dis ongekend, wanneer God aan iets raak, dan is tyd nie een faktor nie. Ons dank die Here vir die feit dat ons kan praat oor Ferdi as 'n levende wonderwerk. Ons dank die Here dat hy betrokke was in ons kindse lewens, die gemeenskap en allemaal wat daarby gedra het tot Ferdi'se welstand, gebede, SMS'e, al die kinders by die skole waarby ons betrokke was vir die gebed. Ons woord van krag is Jeremia 29 vers 11. Ons put ons krag daaruit en ek wil dit opdra aan enige persoon wat twyfel in Godse teenwoordigheid in hulle lewens. Gaan na Jeremia 29 vers 11 toe en sien wat is die plan van God in u lewe.